Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag wil ik jullie een variatie laten zien op de ingevlochten haarband. En wel op deze manier iets meer dat zomer Ibiza idee. Ik ga jullie laten zien hoe je dit doet. Nou, zoals jullie net al zagen, is het een beetje een variatie op een ingevlochten haarband. Alleen vond ik deze wel erg leuk, omdat het net wat rommeliger is. En ik vond hem iets meer dat Ibiza-steltje, dat beetje dat festival-idee wat meer uitstralen dan dat je een hele strakke invlecht maakt. En nu is het ook vrij lastig om een ingevlochten haarband te maken, want als je helemaal bij je oor begint en je gaat naar deze kant, moet je toch nog een bepaald punt om gaan overpakken. En dat is vrij lastig. Deze is denk ik wat makkelijker omdat we hem niet helemaal gaan doen. Dus we gaan hem gewoon een beetje vanaf hier beginnen. En hij mag ook natuurlijk wat rommeliger. Dus al zou je dan een plukje mispakken of wat dan ook, dan valt dat niet op in het kapsel. Dus daarom wilde ik jullie deze laten zien. Ik ga hem gewoon een wat diepe schijf maken zoals ik hier heb. En de eerste slaagjes zijn gewoon een normale vlecht. Maar wel een opvlecht. Dus ik vlecht hem er onderdoor. Wat ik nu ga doen, dan laat ik een stukje over en ik pak daaronder een stukje voor de vlecht mee. Vanaf de achterkant vlecht ik alsof het een normale vlecht is, dus daar komen geen plukken bij. En ik doe eigenlijk iedere keer hetzelfde, dus ik laat iedere keer een plukje losvallen. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je wat uit je gezicht weg gaat vlechten. Dus wat meer naar achter. En je kunt natuurlijk zelf bepalen hoe je het wil. Je kunt hem echt als haarband houden, maar je zou deze vlecht ook gewoon helemaal door kunnen trekken naar achteren toe. Ik ga nog één plukje pakken, want als je bij je oor bent, dan is dat ongeveer de laatste pluk die je bij de invlecht moet hebben. En ik vlecht hem daarna gewoon even door. Zorg ervoor dat er niet te veel haren bij zitten. En dan vlecht ik hem wat plat weer naar beneden toe, dat hij goed recht blijft zitten. Want deze vlecht ga ik zo meteen lekker een beetje uittrekken, want ik vind het wel leuk om die erin te houden. Je kunt ook stoppen bij je oor en hem dan met een speldje onder je haar bevestigen. Dat kan ook. Ja, ik laat hem een beetje zo. Dan het elastiekje erin. En deze look is dus ook extra leuk als je lekker een beetje, net als dit, een beetje restje krul of een restje slag hebt. Laat dat er lekker in, hè? En ga er anders bijvoorbeeld even kort met je steltang doorheen. Dat je wel even een soort valling in je haar hebt, dat het niet allemaal stijl is. Nou, nu zit deze erin. En ik begin alvast met hem een beetje uittrekken. En ik kies ervoor om alleen lusjes naar de zijkanten te doen. Dat hij echt lekker wat grover wordt. En ik ga dat best wel ver omhoog doorvoeren. Dan moet je alleen oppassen bovenop, dat je niet de spanning verliest. Nu heb ik natuurlijk al die plukken haar. En wat je gaat doen, is je tilt één slagje op van de vlecht. En daar trek je hem doorheen. En het is gewoon even goed voelen dat je gewoon echt één slagje hebt. Dat hij dus niet ergens tussendoor gaat, maar dat hij echt in de vlecht meeloopt. En dan kun je gewoon voelen waar er nog geen plukje doorheen gaat. Sorry, daar ben ik weer. Mijn batterij was leeg. Of tenminste, mijn geheugen was vol, dat bedoel ik. Kijk, en de laatste pluk haal ik erdoor. En ik trek die nog even lekker wat uit. Wat je ook nog moet doen, is dit even een beetje uittrekken.
dat hij net wat hoger komt. Dan zie je dat hij leuk wat boller valt. En dat kan doordat je net die plukken er doorheen hebt getrokken. Dan zie je echt een beetje, lijkt bijna geweven of geknoopt wat dat betreft. Kijk, en op deze manier heb je een veel lossere variant op de haarbandplek. Kijk, en mocht je er nou wat meer in geoefend zijn, dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om hem volledig te doen. Dus helemaal vanaf hier te vlechten en dan naar die kant toe. Dan moet je er alleen wel op letten dat je niet te veel een kroon-ideetje gaat maken. Dat je niet een soort leeltje wordt met manen. Dan zou ik ervoor gaan om deze kant wat platter te houden van de vlecht. En naar die kant toe steeds wat meer uittrekken totdat je uiteindelijk hebt wat ik nu heb gedaan. Dus dat je hem wat losser maakt. Nou ja, dit is hem eigenlijk al. Het is heel erg makkelijk en het is maar een heel klein gedeelte invlecht. Maar ik wilde jullie deze wel delen omdat ik deze super vind voor de zomer. Heerlijk je haar uit je gezicht als je op het strand bent. Maar wel lekker ook je lange haar kunnen laten zien. Want we hebben niet voor niks lange haar. We gaan het niet laten groeien om vervolgens altijd maar vast te zetten. Het is juist natuurlijk leuk als mensen kunnen zien dat het ook echt lang is. Maar op deze manier, als de wind waait, hoef je niet alle haren uit je lipgloss te halen en zo. En heb je gewoon vrij zicht als het ware. En ook als je natuurlijk lekker in de zon gaat liggen, heb je geen hele witte streep op je voorhoofd omdat daar een lok zat. Je kunt alles mooi wegwerken. Heb je nou wat kortere laagjes of een wat uitgegroeide pony. Kijk, een hele korte pony, daar lukt het niet mee. Maar als je wat langere lengtes hebt, is het juist alleen maar gaaf. En dan zou ik zeggen, die piekjes die je dan hier hebt, zou ik gewoon een beetje tegenkomen, een beetje toperen. Die mogen best een beetje rommelig eruit steken. Dat vind ik juist wel gaaf. Mijn haar is er te lang voor, helaas zou ik bijna zeggen, want ik vind het eigenlijk leuker als die voorkant wat korter is. Toch nog even een extra ideetje. Het is nu avond en zoals veel mensen met lang haar vind ik het heerlijk om het vast te steken. Ik heb nu heel simpel gewoon een knotje gemaakt. Gewoon een klein knotje achterin. Eigenlijk niet echt mijn best voor gedaan, gewoon even opgedraaid. Maar dan is de vlecht dus ook wel heel erg leuk en daarom wilde ik hem graag even aan jullie laten zien. Want doordat je het plukken ertussen doet, heb je als het ware echt dat effect erin van een soort waaier. En dat vond ik wel heel grappig. Dus ik wilde hem jullie laten zien. Heb je dus aan deze kant is die strak. En dan loopt hij zo dus mooi mee. Dus dit is ook wel een heel erg leuk kapsel. Als je bijvoorbeeld je haar dan vast wil doen halverwege de dag. Dan kan dat dus ook prima. En die vlecht die heb ik gewoon laten zitten. Dus die loopt gewoon door in dat knotje. Daar zou je dan misschien even iets meer tijd aan moeten besteden. Dat hij wat netter zit. Maar goed, dit is even een extra ideetje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet vooral niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie volgende week vrijdag weer met een nieuwe tutorial. En dinsdag om 16:30 met een extra video. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!